Hallo allemaal, het is inmiddels al de volgende dag. Ik ben een beetje schor. Want vanaf vandaag wordt het weer die hard leren. Ik heb tentamens die er aankomen. Dus deze week zal ik waarschijnlijk niet heel veel interessants doen. Waar er ook geen vlogs van online zullen zijn. Misschien vlog ik wel de studieruimtes. Alleen om jullie tenminste te laten zien hoe het eruit ziet. Oké, jongens, ik heb net eten gehaald. Ik heb rijst met groenten gehaald. Hoe de kantine eruit ziet vanaf boven. Kijk, dat is mijn kantine. En daar beneden heb je de bushalte. En hier meteen de sportschool. En dan loop ik een stukje verder. En heb ik meteen, de sportruimte. De sportruimte, daar dus. Als ik vanaf boven kom, dan is daar mijn kamer ook. Goed, dan is hier de ruimte aan deze kant en aan de andere kant ook. Ik ben benieuwd hoe druk het is. Normaal ja, ik sta aan de zon gaande, dus het zal wel druk zijn, denk ik. Ja, zie je, deze is al redelijk vol. Dan maar naar die andere. Dat is de andere studieruimte. Ik ga kijken of er plek is. Oké, ik ben maar even buiten komen zitten hier. Daar zijn de studiekamers. Maar even snel mijn eten eten voordat ik naar binnen ga. Ik heb trouwens tofu met groenten. En ik kom daar even doen. Even, je ziet het niet eens. Je sleutel ernaast en zo. Zet je voet ernaast? Misschien. Ja. Is mijn voet zo groot. Hallo meneer de sneeuw. Are you home? Oh my god. Je ziet nog het spoor. Dat is zo eens gaan lopen. Yes, I mean. You need a face mask? Als je niet overtreden wordt, dat is het. Oh my god. Kijk, meneer de slak. Hallo meneer de slak. Oké. Rennen. Waarom kijk je naar mij? Oh mijn god, de hond is nu echt gedraaid naar mij. Kan. Maar er zijn zoveel prikkelies hier voor hem, man. Kijk, het is een slag, hij overleeft dat wel. Maak het wel een mooi bekje voor je, schat. Alsjeblieft. Maar er is geen water hier, waar gaat hij heen? Het is toch geen waterslak als hij nu al op de grond zit? Oké, we hebben net gesport. Smile, please. Oeh, het geeft licht. Wat? Ja. En we saved Mr. Slak. Yeah. I present to you this degree of saving the world. En die zijn wel pad. We zijn aan het zoeken naar andere gyms. Wow, yo, jij geeft gewoon... Je bent gewoon... Kijk, het de muggenbulten. En daar ook één. En daar ook één. En daar ook één. Ik vind mijn hal toch het mooist. I live in the mooie hal. This hall is a little bit spidery. Oké, twee lessen afgezet. Dat is haar house. Oeh, turnaround. En ik ga teruglopen naar mijn huis. Ik ga maar rennen. En we vonden een slak net. En zo ziet mijn huis eruit.
Heel mooi. Very pretty. Very beautiful. Nog eventjes. En dan is de exchange klaar. Finito. Finito. Oké, ik ben gewoon een beetje moe. Maar we hebben net gesport. Waardoor ik gewoon heel veel energie heb. En klaar wakker ben. Even kijken. Even kijken. Het is nu trouwens ook donker. Dus jullie gaan niet heel veel zien. Zo. Oké, ik ben net mijn trap opgelopen. Daar. Daar zo komt de bus. Elke ochtend voor school. Dat is onze gym. En dit zijn de trappen die ik ga lopen. 2 tegelijk. En 1, 2. Naar beneden. 2, 3. Oké, I'm feeling myself. En this is my house. My beautiful house. Het heet Tamarind. En alle lichten zijn al uit. Iedereen ligt al in bed, want het is 12:30 s'nachts. Maar ik nog niet. Want ik ging net sporten. Dus ik ga hier zo naar binnen. Hopen voordat hij uitvalt. Mijn knoppie. Oké, guys, dit zijn de laatste videoclips die ik heb. En ik wil graag een voice-over doen, zodat ik kon uitleggen wat jullie hier zien. Want dit is een gedeelte van mijn school waar je tussen verschillende scholen inloopt, als het ware. En I think this is one of my most favorite buildings. Het is echt een super mooi gebouw. En ik laat jullie zo een clip zien van hoe het er van binnen uitziet. En ik had hier heel vaak les. En ja, het was echt een van mijn favoriete gebouwen om in te chillen. Maar het ziet er dus uit als een wespennest, als ik het goed heb. En look at that. Oh, dit is een videoclip van een van mijn laatste lessen. En ja, ik had dus een award gewonnen voor de beste actrice. Want we moesten video's maken en dat inleveren. Dus dat was wel een leuk moment. En ja, dit was eigenlijk de laatste les daarvan. Waar we ook een cadeautje voor onze lerares hadden gekocht. En dat is nogmaals mijn award. Waar ik super trots op was. Ja, ja, acting skills in Singapore. Oh, en dit is in de bibliotheek. En ja, het was een Bollywood film die je kon huren. En ik was heel erg onder de indruk. En ja, dit zijn de laatste videoclips die ik heb van Singapore. Waarna ik een kleine reis heb gedaan naar Bali, Maleisië en Bangkok. En vanuit daar ben ik doorgegaan naar India. Dus ja, niet te vergeten, de vlog van India komt hierna online. Ik ben naar Mumbai geweest, waar ik heel veel leuke dingen heb gedaan. Onder andere dansen met Bollywood leraren van Mumbai. En ja, dat waren de vlogs van Singapore. Dus ze zijn best wel laat op mijn kanaal gekomen, I know. Maar here they are. En het is voor mij ook heel leuk om dit te bewaren als herdenking aan de tijd die ik hier gehad heb. Dus ja, ik hoop dat jullie deze series van mijn Singapore journey heel leuk vonden. Geef het zeker een duimpje omhoog. Volg mij voor nog meer content. En dan zie ik jullie in de volgende video. Helemaal vergeten te zeggen. Maar goed, tot dan. Stay happy. Mwah!